David de Vouw, de Champions League is sowieso een mooie ervaring, maar je had die misschien nog iets mooier kleur willen geven vandaag, denk ik. Ja, dat steek ik niet weg. Natuurlijk wil je hier een beter resultaat halen en misschien ook wel beter spelen. Maar oké, ik denk dat we er alles aan proberen te doen hebben. En je ziet gewoon dat er toch een klasseverschil is. Dat moet je ook niet wegsteken. Maar oké, ik denk dat we er ook weer lessen kunnen trekken, zeker naar volgende week toe. En ik denk dat het ook wel ons niveau voor de Belgische competitie ook wel naar omhoog zal krijgen. En oké, het zijn mooie lessen en we zien wel wat er volgende week nog gebeurt. Misten we van in het begin van de wedstrijd niet een beetje ons welgekende enthousiasme? Ja, maar misschien wel, maar kijk maar naar andere clubs die komen voetballen in PSV. Dan weet je dat de eerste 15, 20 minuten overleven is altijd. Daar hadden we ook onze groep voor gewaarschuwd. Dat wist gewoon dat het zo ging worden. Je kan er wel proberen tegen te houden, maar oké, dan zijn ze op dat moment gewoon beter. Ik was blij dat we er ook doorgekomen waren in de eerste 20 minuten. En ik dacht van oké, nu kunnen we misschien beter in het spel komen. Deden we misschien ook wel een klein beetje. Ik vond vooral de tweede helft. En net toen zij gingen scoren dat we eigenlijk beter in de wedstrijd aan het komen worden, aan het kwamen waren. En dan is het ergens toch jammer dat ze zo scoren. Want we hadden inderdaad wel heel veel geluk, dat steek ik ook niet weg. Maar dan is het toch jammer dat ze scoren van op een 20, 25 meter. Sammy stond sterk te keeper vandaag en hij houdt het dan op 2-0 nog, hè? Ja, je weet dat in zo'n wedstrijd dat de doelman de grote man kan worden. En Sammy heeft dat inderdaad fantastisch gedaan. En mooi van hem. Met die stand is er eigenlijk nog veel mogelijk in de thuiswedstrijd die we in Anderlecht spelen. Ja, dat vind ik ook inderdaad. Ik zeg het is maar 2-0, dus er is zeker nog alles mogelijk. Om een cliché te gebruiken, als je snel scoort, dan weet je dat er inderdaad veel mogelijk is. En we gaan wel zien wat volgende week wordt, maar we gaan eerst nog voetballen tegen Kortrijk. Dat is ook nog een heel belangrijke wedstrijd. Bij ons lopen er heel wat jonge Belgische talenten rond, maar ook bij PSV was er vandaag in aanwezig. Bakkali. Ja, maar ik denk niet alleen hij. Ik denk als je heel die ploeg bekijkt, dan zitten er wel denk ik 5-6 gasten bij van 19, 20, 21 jaar. En dat is ook de Nederlandse werking, zal ik maar zeggen. Heel jonge talenten brengen, heel snel in de eerste ploeg brengen. En dat zijn allemaal fantastische voetballers. Hè. Was het toch nog een beetje een prettige terugkeer naar Nederland? Ik heb hier heel wat gekende gezichten gezien van jou. Jawel, natuurlijk is het leuk om hier terug te keren. Zeker in het mooie stadion van PSV. Maar het doet me nog meer deugd dat er zoveel Zulte Waregem supporters waren. Als je dat vak helemaal vol ziet zitten en zelfs nog in het stadion ziet zitten. Heel mooi dat ze ons gesteund hebben vandaag. Vokaal namen ze ook af en toe de bovenhand van die 33.000, 34.000 anderen. Hè? Ja, het kleine Zulte Waregem in het grote Eindhoven. Ik hoop dat ze hier ons ook nog een beetje kennen. Dus. Gaan we volgende week een beetje groot zijn in het Astridpark tegen dit PSV? Dat gaan we vast proberen. Dan is het onze thuiswedstrijd, zal ik maar zeggen. En dan gaan we gewoon misschien wel vanaf het begin dan onze stempel kunnen zetten. En dat gaan we ook proberen. En wie weet nog wat mogelijk is. Hè. Hopelijk kunnen we dit weekend ook al groot zijn en verder groeien naar volgende week en de rest van het seizoen dan. Ja, ik zeg het. Vind ik ook. Kortrijk is een heel belangrijke wedstrijd. Voor alles, de derby ook. Ook voor de competitie. Dan is de volle focus weer naar Kortrijk toe en deze wedstrijd snel achter je laten. Die ervaring van de Champions League zit alvast in de rugzak en hopelijk dragen we daar nog de vruchten van dit seizoen. Bedankt, David de Vouw. Dankjewel.